Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Stad die leeft en bruist en waar mensen in beweging zijn. Stad van Arnhemse meisjes, Vitesse en mode. Waar veel mensen samenkomen om te wonen, werken en leren. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Goedemorgen mevrouw. Hi, goedemorgen. Ik hoorde al net in een accent iets. Waar gaat u naartoe als vraag mag? Ik ga naar een vriendin. Ja. Elke vrijdag of nu toevallig? Nu moet ik naar haar toe gaan. Moet zelfs? Of... Ja, ik heb een afspraak gemaakt met haar. Dus, Zakelijk of gewoon gezellig? Gezellig. Gezellig, zeggen wij in Nederland. U klinkt niet helemaal... Nee, ik hoor niet Nederlands. Waar komt u vandaan? Ik kom van Turkije. Oh, ja? Ik dacht Amerika. Nee, ik ben docent Engels. Daarom, ik hoor vaak dat het klinkt een beetje... Amerikaans? Ja, dat is niet mijn bedoeling, maar... Nee, maar je bent geboren in Turkije? Ja, ja. Je hele leeftijd. Echt? Ja. Dat zou je niet... Ja, gek, hè? Ik wil zeggen dat de echte Turkije is heel anders dan wat jullie hier zien. En veel Turkse mensen die hier woonden al lang, zijn niet helemaal hetzelfde als hoe wij in Turkije woonden. Dat is een beetje anders. En wat bedoel je met anders? Wat is... Niet beter of slechter, maar... Nee, niet beter of slecht, natuurlijk niet. Maar, leven verandert in Turkije. En de mensen die hier vroeger kwamen, zijn niet heel veranderd. Die bleven een beetje in de oude cultuur, oude tijd. Maar ook, ik heb gehoord dat veel mensen die gaan van hier naar Turkije toe op vakantie denken... Oh, dit is heel anders. Ik verwacht het niet zo. Dat woord wil ik niet echt gebruiken, maar ze zeggen modern. Mm. Dus. Maar ben je hier geboren of in Turkije? In Turkije. Ik ben hier bijna 4 jaar. Bijna. Ja, 3,5, 4 jaar. Nu pas 4 jaar. Ja, nog niet. Nog niet. Mijn bus is echt... Jammer. Ik moet echt... Heel veel succes. Waar ben je docent? Nu werk ik niet als docent, okay. Maar dat is mijn baan. Ja. Jammer, volgende keer spreken we langer. Okay. Goeie reis, veel plezier bij je vriendin. Dag. Bye bye. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw. Goedemiddag. Hallo. Dame. Ik begin even met je moeder. Mag dat? Is het je moeder? Ja. Waar gaat u naartoe? Wij gaan naar een winkeltje, Sol. Wat is Sol voor winkeltje? Een kledingwinkel. Dat dacht ik al, ja. Ja, ik woon met 3 vrouwen. En wat gaat iets speciaals kopen? Of? Nee, iets leuks. Gewoon iets leuks. Nou, zag ik u daar vandaan komen, dus jullie hebben lekker geluncht? We hebben lekker geluncht bij Stan & Co, ja. En heb je daar tijd voor? Moet je niet iets doen? Nee, ik ben al uit van school. En wat voor school doe je? Stedelijk Gymnasium Arnhem. Hoeveelste jaars? 4e jaar. Oh, dat is al serieus. 4 gym. Ja. Dat begint. En je hoopt naar de 5 te gaan. Ja, dat gaat wel lukken. Mooi. Nou, ik wens je succes door de laatste weken, 2-3 maanden. Hè? Want je hebt bijna vakantie ook, hè? Ja, volgende week. Ja, 2 weken lang. Ja, heerlijk. Met Goede Vrijdag. En moeder en dochter de stad in. Ja, dat doen we eigenlijk nooit, maar vandaag. Leuk. En dan komen we u tegen. Ja, jij mag je zeggen hoor. Je. Bent u ook werkzaam nog? Ja, ik ben ook werkzaam. Mag ik vragen wat u doet? Ik heb inmiddels een hele goede webshop in hondenvoer. Grappig, hondenvoer. Speciaal hondenvoer. Speciaal hondenvoer, ja. En dat is een totale carrière switch. Want daar kwam u niet, uit die wereld kwam u niet? Nee, ik kwam niet. U houdt wel van honden? Ja, ik hou van honden. Wat deed u daarvoor dan? Ik zat in de advocatuur. Zou ik u daarvan kennen? Ja. Ja. Maar wat deed u in de advocatuur dan? Advocaat. U was zelf advocaat? Ja. Ja. En kunt u ook in Arnhem ook? Nee, Nijmegen. Kijk, nou, we komen al dichterbij. En bent u een Arnhemse meisje of een Nijmeegse meisje? Nijmeegse meisje, ja. Geboren ook? Nee, niet geboren, nee. Maar wel op school gestudeerd? Ja. Nee, niet gestudeerd, ook niet gestudeerd. Nee. En waar zat u op school dan? Canisius. Kijk. Ja? Ja, en ik ben van 65, maar ik begin al wat te komen, ja. Ik heb ook op Canisius gezeten. Ah, oké. Maar toen bent u de advocatuur gerold? Ja.
En in Nijmegen ook? Of? In Nijmegen. Bij een van de grote jongens? Bij Poelman van den Broek. Dat doen we zo naar de kamer nog even. Ja, oké. Okay. En woont je ook in Arnhem nu? Nee, ik woon in Oosterbeek. Daar is niks mis mee? Nee, daar is niks mis mee. En daar woont u met deze met leuke dochter, charmante dame. Ja. En nu zit u in het hondenvoer? Ja, via de website? Nu in het hondenvoer, ja. Wat switch, hè? Maar alleen hondenvoer of worden ze ook opgevoed? Of, nee, alleen hondenvoer. Ja. Hoe kom je daar nou terecht? Hondenvoer. Goh, ja, leuk. Doet u dat alleen? Of met die nee, samen met mijn partner. Ja. Die komt ook uit de advocatuur en de hondenvoer? Nee, die komt niet uit de advocatuur. Die komt uit de cosmetische hoek. Ja, een vrouw, hè? Oh, je bent... Ja, nee, ik ben niet... Ja, nou wordt het... Ja. Nee, mijn zakelijke partner. Ja, want dan moeten we hand in hand lopen. Ja, of is dat weer... Nee, zullen we even hand in hand... Ja, want wij maken even een statement. Ja. Jij ook erbij, kom. Hand in hand, mag een foto maar. Hand in hand lopen. Maar jij bent niet met een partner, een vriendin. Nee, maar ik heb een man. Ja. En ik heb met een vriendin. Gaan we dit... En verder hou je van het leven en lekker eten. Ja, was heel gezellig daar. En nu shoppen samen. En nu gaan we even samen shoppen. Ik dank jullie wel voor het gesprek. Ik wens jou succes bij Stedelijk Gym. Ja, dankjewel. Gaat lukken? Ja. Wil je nog iets kwijt aan je medestudenten, leerlingen? Nee. Nee? Doe je nog iets aan het sporten? Ja, ik hockey. Dat dacht ik al. In Oosterbeek? Ja, in Oosterbeek. Mooi. Blijf wel lekker hockeyen. Ja. Bedankt. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, meneer. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Velp. En waar komt u vandaan? Elst. En daar woont u ook of zo? Ja, daar woon ik. Ja. Dus u maakt even een tussenstop hier? Ja, even de stad in en dan ga ik even door. En wat heeft u met Arnhem? Of u komt niet uit Arnhem? Oorspronkelijk wel. Ik ben wel in Arnhem geboren. Maar daarna heb ik in Huissen gewoond en daarna in Elst. Dus ik heb niet zo heel veel met Arnhem meer. In die zin dat ik niet zo vaak met Arnhem kom. Maar hoe jong was u toen u in Arnhem woonde? Heel jong. Ja, ik was... zeg maar vanaf mijn geboorte tot zeg maar een jaar of 25. Dus ja, en nu al die jaren niks meer met Arnhem. Tenminste, u woont in Elst nu? Ik woon in Elst, dan kom je weinig aan. Ik kom hier in Nijmegen naar Arnhem. En nu gaat u naar Velp toe? Gaat u iemand bezoeken of gaat u... Nee, ik ga naar een kliniek. Ik heb namelijk een oogaandoening. En daar moet ik pillen halen voor mijn ogen. En wat kunt u iets over zeggen? Wat voor een oogaandoening? Ja, dat is een natte maculade. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Nee, nou, je hebt namelijk, dat is een soort blinde vlek op je oog. Die gaat niet meer weg. En die kun je dus door regelmatig voor controle te gaan bij de oogarts, kun je dat stabiliseren. Het gaat niet meer weg. Maar het is een blijvend iets. Alleen als je dus daar met de aandacht aan besteedt, Dan wordt het slechter. En zit die blinde vlek op beide ogen? Nee, op rechterhoog. Oh. En dat betekent dat u een stuk niet ziet? Of tenminste, u ziet een donkere vlek? Ja, ik kan bijvoorbeeld geen diepte bepalen. Als ik hier sta, dan zie ik daar die rand van de stoep. Maar voor mij is dat gelijkvloers. Met dat ene oog? Voor beide ogen ook? Ja. Omdat die blinde vlek aan die ene kant zit? Ja. Dat is een aandoening. En dan krijgt u druppels voor? Nee, ik word één keer per jaar krijg ik controle van de oogarts. Dat is bij de Bergman Kliniek in Velp. En daar gaan ze controleren hoe het erbij staat. Nou, de laatste half jaar is het goed gegaan. Maar je krijgt dus dat is een soort voedingssupplement is dat. Dat zijn pillen. Ja, ja. En die moet je wel innemen. En die ga ik dus nu halen. Die zit op. En dat zijn specialisten daar in Velp? Ja. Bent u nog werkzaam? Nee, niet meer. Nee. En kon dat ook niet vanwege het oog? Nee. Ik ben op 59-jarige leeftijd ben ik... vervroegd ben mijn werk even weggegaan. Maar wat deed je voor werk? Hier, bij de ABN AMRO. Ik was een bankman? Ja. Ik was ooit ook een bankman. Ooit, ja. Daar. Ooit, ja, andere bank. Ja, andere bank. Ja, het is allemaal. Maar, En wat deed u daar voor werk? Kassier. Nou, kreeg u toen ook al last nee, van? Nee. Nee, dat was sinds de laatste, vijf, zes jaar. En de jaren dat u bij de bank gewerkt hebt, dat is lang geweest? Ja, bijna 40 jaar. Bij die bank? Bij die bank, ja. Dat klopt. Dat was eerst die bank, later werd het het Schilderijdersplein. Ja. Toen werd het gefuseerd met AMRO. Maar ik heb ontzettend veel gewerkt daar, dus dat hou ik 40 jaar vol. En volgens mij ook wel een leuk pensioen? Ja, ik ben met pensioen, ja. Ja, maar ook een goed pensioen vanuit de bank? Of het heeft aardig wat jaren gemaakt? Jawel, dat weet ik wel. Maar als je het vertaalt in pensioengeld, valt het tegen hoor. Maar goed, dat maakt niet uit, ik ben tevreden. Dus, en hoe woont u in Elst? Woont u nog alleen of woont u samen? Met mijn vrouw.
En zijn er ook kinderen? Zijn er de deuren luid of zijn er geen kinderen? Jawel, er zijn twee kinderen. Twee zoons. De een woont in Boksel en daarvan hebben we dus twee kleinkinderen. En de beperking die je met het oog heeft, wat rijdt u auto? Ja. Dat mag. Dat mag, maar ik stap alleen de auto als ik zeker van mezelf ben. Ja, en 's avonds rijden? Nee, 's avonds niet. Dat is niet veilig. Nou, ja, 's avonds wel, maar over de snelweg, weet je wel. Dan heb je wat meer, maar bijvoorbeeld zoals hier in het verkeer op Vindelsplein, zou ik dus 's avonds niet gaan rijden. Nee, mijn vrouw, hoe jong bent u nu? ik word dit jaar 70. Nou, aardig een respectabele leeftijd. Ja, maar dan laat u uw vrouw rijden bij spreken. Ja, die rijden ja. ook. Ja, ja. Maar dat vindt u wel veiliger? Ja, vind ik wel veiliger, ja. Maar kunt u nog andere dingen wel doen vanwege het oog, zeg maar? Dus ja hoor, ja. Heeft u nog bepaalde hobby's? Ja, ik heb één hele grote hobby. En dat is voetballen. Kijk, zelf spelen? Nee, nou niet zelf spelen, maar ik ben actief bij een club in Arnhem. En daar ben ik zeg maar een soort sociale zakenmanager. Leuk, en hoe heet die club? ESA. En waar zit die? Rijkerswoerd. En daar bent u lekker actief als vrijwilliger? Ja, ben ik heel actief. Ik doe dat en daarnaast doe ik ook nog begeleiden van maatschappelijke stages. Goed. Ja, dat vind ik leuk werk om te doen. En heeft dat met de bankwereld te maken waar u zat? Nee, daar ben ik al ook daar. Ja, ja. Maar u begeleidt wel? Ja, ik ben een bijtertje wat dat betreft, want ik ben de club zit ook al binnen 60 jaar. Dus ja, als ik iets leuk vind, dan blijf ik ook. Mooi, dat is ook goed. Ja. Nou, dat zijn belangrijk, die mensen. Vrijwilligerswerk is hard nodig op alle plekken. Ja. Zeker, absoluut. Ik wens u een heel mooi weekend. Dank ik hoop dat het goed gaat met de ogen. Of in ieder geval stabiel blijft. Zal wel, want er komt er niet vanaf, denk ik. Of ze moeten weer iets bedenken waardoor ze dat ja, doen. Maar ja, goed. Ik bedoel, hier ben ik al tevreden mee. Als het zo blijft zoals nu, dan ben ik tevreden. En u kunt gelukkig nog zien. Ja, gelukkig wel, ja. Fijn weekend. Graag bedankt, hè. Precies. Ja.